Morgen is het dus 4 mei en dan staan we weer even stil bij alle slachtoffers. Toch is het nog steeds niet voor iedereen duidelijk voor wie de nationale herdenkingen nu eigenlijk zijn bedoeld. Op 4 mei zijn we om 8 uur 's avonds 2 minuten stil. Hierbij herdenken we niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredeoperaties daarna. Maar zijn we hiervan eigenlijk wel op de hoogte? Is het niet van de Tweede Wereldoorlog? Heb ik het correct? Voor de Tweede Wereldoorlog, toch? Maar ik weet niet precies wat. Voor de overleden mensen. Ja, overleden mensen van de Tweede Wereldoorlog, volgens mij, ja. Misschien ook van de Eerste Wereldoorlog? Ik weet het niet zeker. Ik heb geen idee van dit. Sorry. Om alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ja, nog niet bij iedereen is het helemaal helder dus. Toch zijn sommigen er wel van op de hoogte. Om de doden te herdenken van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Alle mensen die we zijn verloren eigenlijk. Jazeker. De herdenking van de doden in de Tweede Wereldoorlog en meerdere doden in de voorbije jaren. Ja, om de mensen te gedenken in alle oorlogen die zijn gestorven. Ja. Ja, natuurlijk om de doden uit de Tweede Wereldoorlog onder andere te herdenken, maar eigenlijk alle doden van alle oorlogen. Uiteindelijk vindt iedereen het gewoon belangrijk om bij de dodenherdenking stil te staan. Dat we er steeds weer opnieuw van bewust worden en zijn van dat vrijheid niet zomaar vanzelfsprekend is. Nee, is goed hoor. Dat is toch de bedoeling dat we daar inderdaad over nadenken en dat we er ook even over bespreken en dat mensen er ook zeg maar, mee bezighouden dat het ook echt gaande is. Dus niet iedereen doet dat. Dus. Tot de dag van vandaag moest je blijven herdenken. Elke oorlog is waanzinnig. Elke oorlog is nooit goed. Onschuldige mensen zijn de dupe van een paar dictators. Die alleen maar alles willen beheersen. Ja, daar word ik een beetje boos over. Ik vind het goed dat ze het doen, zodat we eraan kunnen denken en zo. En ze kunnen eren of zo. Dus ze hebben gestreden voor ons land, denk ik. Ja. Dat is echt belangrijk volgens mij. Want ja, na de Tweede Oorlog. De Tweede Oorlog was heel erg. Daarom, ja, wij moeten herdenken over de mensen. Welke mensen hebben we gekwijt?